Seksclub ondersteboven. Slem, goeie avond. Dit is het vervolg over polyamorie. Seksclub ondersteboven. We spreken Isabeau. Die doet aan polyamorie. Die heeft dus meerdere relaties op hetzelfde moment. Goedenavond. Goedenavond. Isabeau, jij hebt dus meerdere relaties. Wanneer ben jij op ontdekkingstocht gegaan? Wanneer heb jij een keer gezegd, ik ga het proberen? Oeh, dat is ook alweer, ik denk 7 jaar geleden. Ik denk dat ik een jaar of 20 was, ja. Oké, en dan skippen we meteen naar dit moment. Hoeveel relaties heb je op dit moment? Oeh, ja, dat is altijd een beetje een ingewikkelde vraag. Want als je er allemaal niet meer zo streng over gaat lopen doen, dan wordt het natuurlijk ook wat vager. Maar ik zou zeggen dat er echt 2 mensen zijn waarmee ik echt mijn leven deel. En voor de rest nog allemaal losse flarden. Oké. Okay. Ja. Nog een hoop gedate ernaast. Ja, nu even niet met de COVID, maar daarvoor wel, ja. Lekker. Wat maakt het nou zo leuk? Ja, je heel erg kunnen verdiepen in meerdere mensen. En ook verschillende dingen die je zoekt met verschillende mensen kunnen delen. Het is alleen maar mooi, denk ik. Ja, en ben je wel eens jaloers? Ja, iedereen is wel eens jaloers, denk ik. Het grote verschil is voor mij persoonlijk dat als ik jaloers ben, dat ik me afvraag wat het dan is, wat ik mis en wat ik daaraan wil doen. En hoe ik dat wil aanpakken in plaats van dat ik dan tegen iemand anders ga zeggen van dat mag niet meer, want dat doet mij pijn. Ja. En de mensen met wie jij op dit moment een relatie hebt, hebben die ook weer met elkaar een relatie of via jou? Hoe loopt dat? Mijn vriend en mijn vriendin hebben ook een relatie met elkaar. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet per se zo te zijn. Maar dat is in dit geval wel zo. En dat is ook wel heel gezellig. Oké, en is dat dan ook samen op vakantie? Is dat samen naar de kroeg als het weer mag? Ja, absoluut. We hebben met z'n drieën ook wel een op zichzelf staand. Een soort op zichzelf staande dynamiek. En zij zien elkaar alleen en wij zien elkaar alleen. Maar we zien elkaar een beetje. Ja. Denk je dat een driehoeksverhouding minder gecompliceerd is dan als je allemaal losse relaties hebt? Ik heb het allebei wel gedaan. Ik denk dat er voor allebei dingen vallen te zeggen. Ik denk dat een driehoeksrelatie eigenlijk ingewikkelder is. Ja? Maar ja. Als je dan even denkt aan kerst, dan is dan een driehoeksverhouding wel weer minder ingewikkeld. Omdat je gewoon dan allemaal lekker kan aanschuiven bij de schoonouders. Ja, dan gaan we ervan uit dat zeg maar als je allemaal losse mensen deed, dat die elkaar niet mogen, zeg maar. Maar dat hoeft natuurlijk, er kan een soort Niet dat ze elkaar niet mogen, maar je moet wel bepaalde keuzes eerder maken, toch? Ja, mijn ouders waren van neem lekker iedereen mee die je wil, maar daar heb ik wel geluk mee gehad, denk ik. Ik ben trouwens benieuwd, Isabeau. Hoe zit het met samenwonen? Als in, ik kan natuurlijk voorstellen dat je dat een hoop mensen die liefde beleven zoals jij dat doet, dat die kiezen voor een eigen woning. Omdat ze dan in huis kunnen halen wie ze willen. En dat je allemaal dat een beetje eigenlijk op jezelf kan doen. Zie jij een soort van toekomst dat je wel met z'n allen een soort van samenwoont? Misschien ook dan kinderen of zo in de toekomst. Ik ben gewoon benieuwd hoe je dat doet als je zo'n relatie hebt. Mm-hmm. Ja, kijk, alle opties liggen denk ik ietsje meer open dan in een traditionele relatie. Ik woonde tot 3 weken geleden wel samen met mijn vriend, met een andere vriend nog. En die had zin om naar Curaçao te verhuizen. En dan ben ik van, dat moet je lekker doen, hartstikke leuk. En dan ga ik er op mezelf wonen. Dus het is ook juist dat het misschien iets minder vastig is en vervelend is als iemand een ander idee heeft of opeens ergens anders behoefte aan heeft. Dus ik woon nu bijvoorbeeld weer op mezelf en ik vind het ook heel relaxed inderdaad, omdat het fijn is dat je gewoon mensen langs kan laten komen. Maar hiervoor woon ik dus met iemand in een huis, maar hadden we allebei een eigen slaapkamer. En dat is natuurlijk een luxe, maar dat was wel een luxe die voor mij niet overbodig was, denk ik. En zie je het gebeuren dat je een keer met z'n drieën in één huis zit? Ik heb altijd gezegd dat ik dat niet voor me zag. Maar hoe ouder ik word en nu dat ik hier alleen in dit huis zit, dan denk ik, ik zie het eigenlijk toch wel nog een keer gebeuren. Ja. Waarom zag je het niet voor je? Omdat ik toen ook wel het idee had van dan ben je dus de hele tijd met elkaar. En ik hecht zelf heel veel waarde aan echt intentioneel naar iemand toe gaan om iets leuks te gaan doen samen. Ja. Ja, en met z'n drie in één bed slapen. Dat lijkt me ook wel een ding, hoor.
Oh, zo verschrikkelijk. Ja. Stel je voor dat je dan in het midden ligt. Dat is echt mijn nachtmerrie. Hoezo dan? Ja, dat twee warme lichamen. Dat je, ja, als je een mega groot bed hebt, dan moet het natuurlijk kunnen. Maar het lijkt me toch een benauwend gevoel om in het midden te liggen tussen twee mensen in. Jullie niet? Ach, heerlijk. Ja? Nee, nee. Ik vind het heerlijk om te knuffelen tijdens het slapen. Begrijp niet verkeerd, maar twee mensen aan twee kanten. Ja. Nee. Ja, het is niet wat je je voorstelt. Daar ben ik ook snel van een koude kermis thuis gekomen. Van een hele warme juist. Janneke, goede avond ook. Oh, wacht eventjes, moet Janneke even zoeken. Ja, Janneke, hi. Hi. Janneke, stel je vraag. Komt het nooit voor dat je meer gevoelens hebt voor een ander in meerdere relaties, zeg maar? En wat doe je daar dan mee? Dus als je, zeg maar, dat je het zou doen voor een ander, bedoel je? Ja, als je in meerdere relaties zit en dat je dan meer gevoelens hebt voor een bepaald persoon, zeg maar. Oh ja, dat er een verschil tussen zit, zeg maar. Ja. Ja, nou ja, dat kan natuurlijk. Het idee dat je het meest van één iemand moet houden is een monogaam idee. Dus op het moment dat je dat loslaat, dan ja, je gaat automatisch verschillende dingen voelen voor verschillende mensen. Ik probeer het altijd uit te leggen aan mensen met kinderen, als dat je ook niet meer van je ene of je andere kind houdt, maar dat je anders van verschillende kinderen houdt. Ik heb zelf geen kinderen, maar er is mij uitgelegd dat het zo werkt. Dus ik denk dat dat zo werkt. Heb je voelt gewoon verschillende dingen. Heb je dan wel een favoriet, Isabeau, op dit moment? Nee, dat, zo voel ik dat echt totaal niet. Echt niet? Je kan het zeggen hoor, die ene zit op Curaçao, hoor ik. En als het wel zo zou zijn, zou dat dan erg zijn? Nee, ik denk dat we dat heel makkelijk zouden kunnen bespreken. Ik denk niet dat we het woord favoriet zouden gebruiken. Maar nou ja, ik zeg natuurlijk wel soms tegen iemand van, nou, jou wil ik best 3 keer per week zien. En tegen iemand anders van, goh, volgens mij hebben wij het hartstikke leuk als we elkaar 1 keer per week zien. En dat is dan vaak ook gewoon oké. Ja, je moet er wel helemaal gelijkwaardig in staan. Als de een jou dan 3 keer wil zien, dat en jij dan andersom dat niet. Dat lijkt me wel lastig, die balans. Ja, maar ja, dat kan natuurlijk altijd gebeuren. Ja, zeker. Voor we doorgaan met meer vragen, even naar de administratie. Janneke, ben je er nog? Ja, ik wel hoor. We vonden jouw vraag zo leuk dat we jou het Easy Toys pakket voor koppels gaan geven. Met onder andere massageolie, een aardbeiengeur, de kokring voor de man, de bullet vibrator voor de vrouw, een cadeaupakket voor koppels in het rood. Ja, je kan het met allemaal verschillende mensen doen. Koppel hoeft geen 2 te zijn, dus hè, dat is duidelijk na deze uitzending. Onder de kerstboom. Nou, helemaal leuk. Oké, fijne avond. Doei, doei. Fijne avond. Dankjewel. Deze vind ik interessant. Een vraag van anoniem, Isabeau. Hoe vertelde jij het aan je ouders dat jij dit vertelde? Een klassieker. Ja, via WhatsApp. Oh, echt? omdat ik het niet durfde te zeggen de hele tijd. En het de hele tijd voor me had gehouden. Ja. En toen dus op een gegeven moment via WhatsApp. En toen is mijn moeder meteen naar me toegekomen met de auto. Dat was best wel intens allemaal. En toen heb ik het uitgelegd. En toen zei ze wel van, ja, weet je zeker dat je dit niet doet omdat je ertoe bent overgehaald? Of omdat iemand heeft gezegd dat je dit moest doen? En toen heb ik uitgelegd dat dat absoluut niet het geval was. En na even bijkomen zijn ze er helemaal aan gewend geraakt. Ja. Voelde het dat uit de kast komen? Ja, ik vond dit enger dan uit de kast komen eigenlijk. Ja. Omdat het dan nog verder van de meeste mensen hun bed afstaat. Ja, de meeste mensen hebben er niet van gehoord natuurlijk. Dat... Ja, en dit wordt toch wel echt nog een stuk meer veroordeeld. Ja? Ja. Wat zijn de veroordelingen waarmee je te maken hebt? Ja, het meeste, in mijn geval is het meeste seksistisch. Dus heel erg van, nou, je laat je gebruiken of je bent een slet. Of hoe kan je vriend nou andere mannen in jou laten roeren? En dan denk ik, oh mijn god, als je überhaupt zo over mensen denkt. Ja, dat snap ik. Ik ben trouwens ook nog wel heel erg benieuwd, Isabeau. De vraag we eigenlijk altijd bij elk onderwerp wat we bespreken. Stel nou, iemand zit nu te luisteren of te kijken en die denkt, dit is misschien wel iets voor mij. Mm-hmm. Wat is de manier hoe je dit kan ontdekken? Of hoe je dit verder kan uitpluizen? Nou, je kan natuurlijk in verschillende situaties zitten. Ik zou zeggen dat als je single bent, dan is het goede nieuws dus dat er best wel veel mensen zijn die dit doen of op een manier mee bezig zijn. En dat je die prima kan daten en kan vinden. Ook OkCupid is daar een hele goede dating app voor, waar je gewoon kan aangeven dat je niet op zoek bent naar iets monogaams. En als je nou in een relatie zit,
ja, dan moet dat gesprek dus een keer opengegooid worden. Ik zou niet de tip geven om het zomaar te gaan doen zonder het daarover te hebben. Dat werkt denk ik niet. Maar wat ik eigenlijk altijd als tip aan mensen geef is ga een film kijken of een documentaire kijken of een podcast luisteren die hierover gaat. En ga het er dan over hebben, zodat je een soort van via dat medium het kan bespreken. Ja, precies. Samen daarnaar luisteren bedoel je. Ja. Oké, okay, ja. Ja, dat is wel een goeie. En dus als single ook Cupid. Ja, ook okay, Cupid. Oké, okay, top. En ja, je zegt net al podcast. Je hebt zelf natuurlijk ook een podcast hierover. Ja, nou, dacht ik kan hem maar smooth in. Roep even, doe je promomomentje, doe je promomomentje. Waar kunnen mensen je vinden? Nou, er is één Nederlandstalige podcast over non-monogamie. En dat is de Polyam podcast. En die is van mij. Ja, en er is nu ook een radio-uitzending over gemaakt. En die kan je terugluisteren in de Slam-app. Hey Isabeau, heel tof dat je je verhaal met ons wilde delen. We zullen jou ook nog even een mooi pakket van Easy Toys opsturen. Oh, dank je. En ja, proost op nog veel liefdes, hè? Ja, jullie ook. Doei doei. Dank je. Doeg. Nou, breien wij een einde aan dit onderwerp polyamorie. Ik vond het heel interessant, ja, Marit. Ik wil nog even weten hoe jullie erin staan eigenlijk. Oeh, ik denk dat het niks voor mij is, maar ik vind het prachtig dat het er is. Nou ja, ik denk, we hadden natuurlijk eerder in deze uitzending ook over open relaties. Ik zie dat mezelf niet meteen doen, maar ik zou mezelf dat wel eerder, denk ik, zien doen dan dit. Omdat ik denk, ja, ik weet niet. Ik denk dat het gauw gewoon, wat Isabeau ook al zei, je moet er wel heel veel met iemand over gaan praten. En denk dat wel, ja, het lijkt me gewoon ook wel heel erg ingewikkeld worden met meerdere liefdes. Ja, dus je zou eerder dus los seks kunnen hebben en monogaam blijven in de liefde dan andersom. Denk het. Ja. Je vraagt Rutger in de Slam App. Hey, waarom geven jullie Marit Iedema eigenlijk nooit zo'n Easy Toys pakket na afloop? Nou jongens, ik dacht dat jullie het nooit zouden vragen. Ik denk dat Marit kasten vol. Ja. Ik ben één keertje bij Marit geweest. Nou, en het hele huis staat vol. Hey, ik zit... sekstoys hebben. Dus kom maar door. Oh, sorry, wat zei je? Ik kan niet genoeg sekstoys hebben. Oh, dat is ook zo. Kom maar door. Dit programma wordt mogelijk gemaakt door Easy Toys. Better toys, greater joys.